Beste broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En voor de niet-moslims, welkom allemaal, dit is ook naar jullie gericht. Ik wil het een verkondigen over de mensen in Zaandam. De broeders, de jongens in Zaandam. Die onder de afdakjes staan en die de buurt aan het terroriseren zijn en zichzelf aan het verschut zetten zijn. En hun ouders ook zeer zeker niet gehoorzamen, want hun ouders zullen zeer zeker niet blij zijn met hetgeen wat hun verkondigen. Alle volgers van de Hoedvlog en alle volgers van Boef, ik wil het één met jullie delen. Willen jullie echt net als deze personen zijn, die zichzelf aan het verschut zetten zijn? Ze denken dat ze een leven hebben, maar het enige wat ze doen met hun leven is hun leventje aan het verpesten. Willen jullie daadwerkelijk echt net als deze personen zijn? Zijn jullie echt zo blind om te zien dat deze jongens verkeerd bezig zijn? Hangen op de straten? Weet dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat een persoon de straten haar recht moet geven. En wat zijn de rechten van de straten? Dat is, of dat zijn, dat jij niet op de straten mag hangen, rondzwerven, onder de afdakjes gaat hangen, mensen belemmeren en mensen gaan slaan en voor ingangen van winkels gaan staan. We horen de straten haar rechten geven, want iedereen heeft zijn recht. En ook de straten. Dus tegen deze jongens wil ik zeggen, waar zijn jullie mee bezig? Jullie zijn de islam verschut aan het zetten, terwijl de islam helemaal niet zo is. Jullie zijn de Turkse gemeenschap, de broeders van Zaandam, de Hoedvlogs die onder de Volmar staan, onder de afdakje van de supermarkt Volmar. Jullie zijn jullie zelf verschut aan het zetten. Doe dat niet. Heb respect voor jezelf. En dan zeg je wel, ja, zo gaan we niet te werk. Hoe bedoel je, zo gaan we niet te werk? We zien toch dat jullie zo wel te werk gaan? We zien dat toch? Dan kun je wel zeggen van, ja, jullie pakken alleen maar het slechte van ons filmpjes en dat produceren en dan publiceren jullie dat. Wij doen ook heel veel goede dingen. Welke dingen doen jullie? We hebben één keer gezien dat jullie een tasje van een vrouw gaan sjouwen, boodschappentas gaan sjouwen naar huis. En dat hebben jullie expres gedaan om te laten zien van, oh, zie je, we doen ook goede dingen. Maar 90% tot 100% verrichten jullie alleen maar slechte daden. Springen op politiebusjes, gek doen op de straten. En die boef dan. Die boef kan er ook heel wat van. De jeugd gek aan het maken. En de jeugd, alles, maar dan ook alles, is hij aan het liegen. En de jeugd aan het bedriegen. Denken dat hij heel wat is. Wallahi, je bent niks. Stelt niks voor. Degene die echt iets voorstelt, is degene die bij Allah subhanahu wa ta'ala en Allah subhanahu wa ta'ala denkt. Dat hij ook naar de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala gaat. En dit is een oproep voor jullie allemaal, alle volgers van deze twee personen. Volg hun niet meer. Onlike hun pagina en ga daarvan weg. En zeg tegen hun, zoek het uit met jullie kwatsverhalen. Want het is alleen maar onzin wat ze aan het verspreiden zijn. En voor de broeders van Zaandam. Het zijn mijn broeders, want jullie zijn moslims. Schaam jullie. Schaam jezelf. Wallahi, je hoort jezelf te schamen. Dat jullie zo verschut tevoorschijn zijn gekomen. Zo verschut. En dan komen jullie subhanallah bij Paul in de uitzending, waar hij jullie gewoon elke hoek van de uitzending heeft laten zien. En zo ook die boef. Die komt vrij en dan denkt van, ik ben een man. Ja, iedereen mag mij, iedereen wil mij hebben in de uitzending. Ja, hij komt bij de uitzending en in één keer wordt hij van elke hoek aangevallen. Heeft hij zijn eigen voorbereid? Nee. Wallahi, het is een schande. Het is een schande. En ik denk bij mijn eigen van, waarom doe je dit?
Waarom, waarom, waarom zet je je eigen verschut? Je komt met een paar nummertjes van ik ben gangster, maar wat ben je voor gangster? Gangster die is handelen, die allemaal onzin aan het praten is. En dan praat van ik doe dat met vrouwen, ik doe dat met vrouwen, ik doe dit met dat, ik doe dat met... Waar ben je mee bezig, joh? Je bent jezelf echt zwaar verschut aan het zetten, joh. En het doet me pijn, weet je, dat je moslim bent. Je bent moslim, je verkondigt ook de islam. Want mensen zeggen, kijk, dit is weer een moslim. Die zo gek aan het doen is. Dit is weer een andere aap die uit de boom is gevallen. En dan kijken ze de wijze weer naar de islam. Terwijl wij als moslims het goede horen te verkondigen. We horen goed te zijn. We horen goed te zijn met onze buren. We horen goed te praten. We horen goed om te gaan met de jeugd. We horen hun te vermanen naar goede dingen, naar de moskeeën, naar goede woorden, naar subhanallah, omgang met niet-moslims en dergelijke. En dan komen jullie de islam kapot maken. Terwijl er groepen zijn, moslims, die al tientallen jaren bezig zijn om de jeugd te helpen en te stimuleren naar het goede. En dan komen jullie in één keer uit de boom vallen en in één keer maken jullie alles kapot. Wallah, jullie houden jezelf te schamen. En ik zeg tegen jullie allemaal, stop daarmee onmiddellijk met deze kwatsverhaaltjes die jullie aan het verspreiden zijn. En tegen iedereen, alle leden van deze hoedvlog of van Boef, onlike deze pagina. En zorg ervoor dat jij goede punten op school haalt. En niet naar deze verdorvene teksten van deze personen luistert. Deze vieze woorden, daar hoor je niet naar te luisteren. En zeer zeker hoor jij jouw geld niet te gunnen aan deze persoon. Of deze personen. Dus wees paraat en wees een echte moslim, een echte soldaat, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, niet omwille van deze kleutertjes die in hun neus aan het peuteren zijn, deze boeven en die hoedvlogs. Wallahi, dit is het enigste wat ik over hun kwijt wou. En ik hoop dat iedereen verstandig is om niet te liken deze pagina's van deze personen, maar onlike deze pagina's. Want jullie weten allemaal dat hetgeen wat deze jongens aan het verkondigen zijn, troep is, onzin is. Dit wou ik even met jullie delen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En voor de niet-moslims geldt hetzelfde. Het is wel een boodschap als het ware dat jullie denken van dit is voor de moslims. Nee, dit is ook voor jullie. Want jullie hebben ook kinderen. En jullie willen dat jullie kinderen ook naar deze onzin luisteren. Dat jullie kinderen ook goede punten op scholen halen. En niet dat ze in één keer naar thuis komen en naar marihuana of naar hash ruiken. Of dat ze in één keer een tekst uit hun hoofd kennen en denken van hé, hoe kom je daaraan? Deze verdorvende teksten, dat willen jullie ook niet. En dat weet ik. Ook al zijn jullie geen moslims. We weten dat jullie ook, jullie kinderen, een goede opvoeding wensen. En dat jullie ook jullie best doen om jullie kinderen op de juiste manier op te voeden. Ik wens jullie daarbij heel veel sterkte, want het is een hele grote taak. En begin in ieder geval met je kinderen in de gaten houden dat zij niet naar deze mensen luisteren. Tot ziens, dat wou ik even met jullie delen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.